Oké, okay, let's go. Nu zie je wel heel goed mijn onderkin als ik eet. Maar boeien. We zitten in de auto En we gaan lekker de car mukbang opnemen. Ik heb er zoveel zin in. We hebben hier namelijk allemaal eten besteld, net bij de Mac. Nu staan we even op het parkeerplaatsje en gaan we het gewoon gelijk opeten. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Wat heb jij? Ik heb een groot chicken nuggets, kip nuggets menu. Ja. Dat heb ik. Oh, kijk al de patat. Oké, hier is jouw grote Fanta. We hebben allebei een grote Fanta. Ja. Lekker. Leg ik even op de grond hoor. Je rietje. Zo. En ik heb een McChicken menu, want dat neem ik eigenlijk heel erg vaak. Zo lekker. Zit je nou gewoon alle patatjes aan het eten? Nee, nee, patatje los. Oké, ik heb dus 9 kipnuggets. En dan ga ik even de patatjes bij een andere bakje doen. Oh, en ook een lekker grote patat. Oh, lekker! Lekker grote patat. Mm. Oeh, het past al bijna niet meer in het bakje. Oh, en Lisa heeft nog saus. Heb je 2 saus? Ja, dat krijg je bij 9 kipnuggets. Echt? 2 barbecue. Ja. Is wel onhandig, maar komt goed. Wij kunnen dit. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Oeh, het is heet. Ah, oeh. Past bijna niet, omdat ik zo groot heb. Nou, Lisa heeft echt veel. Wij komen trouwens van de intratuin. Ja. En dat is zo leuk, want we waren in Amlo. En het was echt 1 grote kerstfestijn eigenlijk. Mhm. We hebben ook nog dingen gehaald. Dus als je trouwens die vlog wil zien, die staat nog niet online. Die komt aankomende zondag online. Ja. Nou, leuk de meid. Nee. Zo, nou heb ik even nu kunnen we lekker eten. Ja. Waar begin jij altijd mee? Met kipnuggets of met patat? Patatjes. Ik ook. Ik begin altijd met patat en daarna pas mijn burger. Want nu heb ik dus 2 barbecue saus en dan heb ik die voor de patat en voor de kipnuggets. Oh ja. Even lekker. Ik hou zoveel van saus. Heel veel vragen dus. En die verklaren mij voor gek. Dat ik nooit patat eet zonder saus. Ik eet ze altijd droog. Oh, maar ja. Frikandel ze ook. Maar dat weet ik vind het zo lekker. Ja, ik vind dat dus helemaal niet lekker. Dat vind ik zo, ja. Droog. Mag ik proeven? Ja. Is het pittig of zo? Nee, het is niet pittig. Vind je niet lekker? Nou, dan moet je wel op zich wel lekker, maar echt te smoky. Ik hou niet zo van smoky. Nee, precies. Ja, ik hou daar heel erg van. Zo lekker. Echt. Wanneer heb jij voor het laatst Mac gehad? Gisteravond. Oh ja, ik echt heel lang niet meer. Ik kom nu ik mijn rijbewijs heb regelmatig bij de Mac. Ja, oké, dat snap ik. Hey, kijk, Pieten! Sorry voor het verstoren. Kijk, bij de ingang. Oh ja, het is allemaal Pieten. Ik hoop dat jullie niet te veel van onder kijken, maar het kon even niet anders. Dat zie je maar onderkijken. Oh, dit is echt zo lekker. Ja, echt. We hadden dus op Instagram. Instagram. Oh. Hoe zeg je dat eigenlijk? Instagram of Instagram? Ik zeg Instagram. Maar soms zeg ik ook wel Instagram. Ja, ik weet het niet zo goed, maar ik zeg heel vaak gewoon Insta. Maar ja. Daar hadden we dus gevraagd of jullie vragen voor ons hadden. En wat was er ook weer gesteld? Ja, dat weet ik niet meer. hoe we zouden heten als we een jongen zouden zijn? Nou, dat weet ik. Weet jij het niet? Jawel. Oh, is het schamend? Nee. Oké, nou. Ik zou Rick heten. Nou, Rick. Ik ben Floris. Nou, lekker origineel. Floris. Ja. Dat is stom, hè? En, neem je eigenlijk altijd kipnuggets bij de Mac? Nee, niet altijd. Ik heb nu dus trouwens moeten even een kipnugget. Het is wel echt heel lekker, maar ik zou dan meer snack halen. Zeg maar, als avondeten wil ik geen kipnugget, dan wil ik gewoon een dikke burger met patat, want anders raak ik niet vol. Oh ja. Of je moet 20 McNuggets. Ik hou wel van kipnuggets. Ik hou van dit patat. Ik hou er vooral van dat het heel veel zout is en ik hou heel erg veel van zout. Nee, te veel vind ik ook niet lekker, maar ik krijg wat zo mega dorst van. Maar gelukkig hebben we een grote Fanta. Ja. Ook. Oh. Ik viel uit mijn handen. Eigenlijk moet je daar nog helemaal niet snel mee beginnen met drinken, hè? Nee. Daar raak je heel vol van. Ik blijf ook gewoon mijn tong doorverrezen. Ik kan zo snel mijn eten op. Heb jij wel eens de vegetarische burger geproefd bij de Mac? Nee. Nee? Nee. Moet ik echt een keer doen. Ja, sorry, ik praat echt met volle mond. Ja.
Ik ook al. Maar is die lekker? Ja. Het smaakt eigenlijk naar McChicken gewoon. Maar dan wel iets anders. Je proeft wel dat het iets anders is, zeg maar. Maar het kan wel echt ermee door. Wat doen die pieten? Oh, kijk. Ik weet niet wat zij doen. Ze zitten zich een beetje voor schut. Weet je wel. Hier had ik echt zin in. Ik ook. We waren net bij de intratuin. Wat we dus ook al vertelden. Maar toen, daar is ook altijd zoveel lekker eten. Toen wilden we daar ook heel graag eten. En toen zei ik Lisa, nee, we gaan zo naar de Mac. Dus dat gaan we niet halen. Anders heb je hier geen honger meer. Ja. Zou ik kijken of iemand nog wat heeft gevraagd? Ja. Dit is het lekkerste. Gewoon aflikken. Aflikken. Wel vies als je daarna op je mobiel gaat, joh. Ja, heel prettig. Helemaal, ja. Oh, lekker knap. hoe lang kennen wij elkaar al? Nou, eigenlijk ons hele leven al. Want wij wonen naast elkaar. Ja. Buurmeisjes. Ja, onze ouders zijn ook vrienden. Natuurlijk als je dan buren bent. En al sinds baby. We hebben heel veel babyfoto's samen. Samen op vakantie geweest. We hebben ook samen een Instagram account van vroeger. Floor en Lisa. Fucking grappig. Je hoeft er niet op te kijken. Doe maar wel. Iedereen gaat het doen. Sowieso. Dus we kennen elkaar al heel ons hele leven. We zijn met elkaar opgegroeid. We waren altijd aan het spelen samen. Ja, klopt. Altijd. Ja. Wow. Dikke spotlight van die auto. Ik eet volgens mij echt long, maar ja. That's my life. Lisa heeft sinds kort haar rijbewijs. Of nou ja, sinds kort gewoon. Sinds haar. Hoe lang nu? Twee, drie maanden. Juli heb ik hem gehaald. Juni. Nee. Ja. Juni. Echt? Nee. Maar ja, je komt pas op je verjaardag. Ja. Ik heb hem al wel heel lang, maar. Of nou, heel lang. Ik denk nu een paar maandjes. Maar toen was ik nog geen 18, dus toen mocht ik alleen met zo'n begeleidspas. Dat kan ik met mijn auto zelf rijden. Maar nu ben ik 2 maanden 18. Dus nu mag ik gewoon lekker zelf rijden. Dat en dat is echt super chill. Eet jij per patat of eet jij meer? Meer. Ik ook. In het begin doe ik altijd 1, want dan denk ik, oh, zuinig doen. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment gewoon. Dan is het zo lekker en dan wil je gewoon meer. Ja, echt hè. Mijn eerste sausje is al op. Ik viel aan mijn bek. Woe! Ik kom al helemaal zo'n bel. Ik ga vanavond naar de film. Oh ja. Woe. Lekker popcorn eten. Zwaar verliefd. Zwaar verliefd. Ja, kan ik wel mee gaan spelen hierna. Echt wel, auto. Echt duro. Die mensen denken echt, wat de fuck doen zij? Kijk ze deze dan? Ze keken net, ja, en toen zagen ze dat dingetje, de camera. Hoe vaak gaan jullie naar de Mac gemiddeld? Ik denk 1 keer in de 3 maanden nog niet eens. Echt gewoon bijna nooit. Ik ga denk ik tegenwoordig wel 1 keer per week. 1 keer per week? 1 keer per 2 weken. Ja, denk ik wel. Echt? Ja. Heftig. Ik heb hem op. Helemaal? Ja. Dat was echt lekker. En de beste is, als je dan in de zak nog wat losse patatjes. Ja, echt wel. Nou, Lies, ga jij dit jaar nog op vakantie of zo? Nee. Nee? Oh, dan gaan we nog wel wat leuks doen. Ga jij nog op vakantie? Ja. Ik ga met Laurens op vakantie. Naar Mallorca. Oh, leuk. Maar we weten nog niet hoe lang, of wel hoe lang, ongeveer 8 dagen. Maar we weten nog niet wanneer, zeg maar. En wat. En waarschijnlijk dus met Marit naar Lorette of zo. Ik wil wel heel graag op vakantie, maar ik heb nog geen plannen. Ik ga nu verder met de McChicken. Ik vind alleen de saus bij de McChicken niet lekker. Die wil ik nooit. Echt? Dat vond ik in het begin ook niet. Maar ja, toen ging ik een keer proeven en toen vond ik het heel lekker. Oh, nee, ik niet. Ik ga dus even wat drinken, want dan heb ik wel dorst. Zo! Sorry, dat was echt heel erg. Je ruikt ook helemaal naar Fanta, ja. Het ergste is dat ik vanavond weer zo'n grote Fanta ga halen, weet je wel? Oh, ik had haar toen, laatst toen ik naar de bioscoop ging, toen had ik zo'n hele lekkere iced tea. Ik hou echt van iced tea. Ja, jij houdt echt van iced tea. En dat was daar ook. Lisa houdt niet van prikken. Zit je lekker de boerenschap? Nou, ik hou wel van prikken. En ja, niet echt. Nou, cola en zo. Nou, cola ook niet van. Cola vind ik vies. Ja, daarom. Nou, gezellig, we krijgen biertjes. Jij ook erbij?
Oké, okay, eerste hap. Die Fanta komt echt omhoog, joh. Ik vind de Fanta wow, bij de Mac het allerlekkerst. Want dan hebben we heel veel ijsklontjes erin. En... Dat echt skeer is. Ja, maar ik vind het zo lekker. Heb je al een kerstoutfit? Nee. Nee? Daar wil ik nog wel even voor kijken. Mm. Jij wel, hè? Dat pakt toch? Ja, in mijn hoofd heb ik het wel, maar het is out of stock. Dus het is nog niet op voorraad. Oh ja. Dus ik zit de hele tijd te refreshen, maar het komt er niet terug, weet je wel. Mm-hmm. Maar ik wil wel dat het voor kerst nog erop komt, want het is dus een grijs glitterpak. Oh ja, ja. Dat is echt tof. Dat is leuk. Ja. Ik ging laatst bij de Primark. Heel skeer. Het was ook zo'n glitterpak. Dus ik dacht, die ga ik even passen. Hebben die ook gepast? Ja, mijn pashokjeshop lag in het rood. En jij had hem in het zwart. Ja. Ja. Alleen die was heel lelijk, ja, want het was heel goedkoop. Ja. Het zag er super mooi uit. En dan doe je hem aan. Het is echt zo goedkoop. Lelijk stofje. En je ziet elke ronding erin. Mm. Echt heel lelijk. Ja, hij was echt. Ik nog reageren op je snap. Van, hé, die had ik toen met mijn pashokjeshop nog. Er zit iemand de hele tijd onderste gassen hier. Ik hoop niet dat je het te erg hoort, maar dan weten jullie dat. Echt lekker. Maar ik eet altijd echt snel, en dat wil ik niet. Daar heb ik ook wel last van. Maar heb je al plannen met kerst? Kerstavond ga ik uit eten met papa en oma en zo allemaal. Mm-hmm. Ook met mijn familie. Eerste kerstdag ga ik volgens mij brunchen met mijn moeder dan. En dan Laurens, Breed, Jesse en zo. En dan tweede kerstdag ga ik met s'avonds met mama en zo uit eten. Oh, leuk. Dus ik kijk nog een beetje hoe wat, maar het is ongeveer. Nou, best wel veel plannen dus. Jij dan? Nou, ik heb alleen eerste kerstdag ga ik bij mijn oma eten met de familie. En s'avonds moet ik werken. En misschien echt? Is het wel een leuk feitje over mij, weet ik niet. Maar feitje. Ik werk bij een hotel in Hellendoorn. En daar ben ik gekomen door mijn neef, omdat mijn neef er ook werkt. Eerste kerstdag gaan wij samen met mijn neef en ik en dan met mijn familie gaan we eten. En dan s'avonds moeten we samen werken, dus kunnen we tegelijk naar werk. En dat is heel grappig. Oh ja, dat is wel leuk. Ja, heel leuk is dat. Dus heb ik wel zin in. En tweede kerstdag heb ik nog geen plannen. Ja, oud en nieuw heb ik heel veel zin in. Mm-hmm. We gaan met allemaal vriendinnen. Oh, en 15 december. Ook, gaan we loodjes en gourmetten en zo. Dan moeten we nog even regelen, dat gourmetten. Ja, ja, we hebben loodjes getrokken. Die heb je. Grappig. Ja, dat kan ik natuurlijk niet vertellen. Dat kan ik ook niet vertellen. Dus, maar, ik ga een hint geven. Als mensen het gaan lezen, het gedicht. Weet je, direct, zeg maar, als zij hardop gaat lezen... Het gedicht die ik heb gemaakt, weet iedereen direct dat ik er ben. Oké. Okay. Ja? Dat heb ik ook wel. Op het laatst, dan ga ik een beetje mezelf met hints geven wie ik ben, zeg maar. Dat heb ik ook wel. Nou, ik heb echt gewoon, ja, moet het maar zien. Echt grappig. Ik heb er wel zin in. En ja, oud en nieuw gaan we dus naar Lucky. Weet je dat? Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ook. Oh. Wat valt. Oh. Ja. Kijk, dit blijft helemaal kleven. Wat is dat? Gewoon slaan met dat met die saus. Ja. Gewoon lekker, meid. Met de boertje. Ja, erg hoor. Daar ga je heel erg van boeren van deze planten. Ja, klopt. Bijna op. Ik zit wel vol. Ja, nou, ik zit nog niet echt vol, maar ik heb wel genoeg gehad. Ik zit sowieso nooit zo snel vol. Ik heb altijd honger. Dat is ook. Zie je die sokken van die gast? Mm-hmm. Oh, ik ben zo verkouden. Iedereen is als Piet verkleed vandaag. Maar vorige week was de intocht. Dus ik snap ja, wat de fuck. Iedereen als Piet vandaag verkleed is. Nou, ik heb het allemaal bijna op. Ik ook. Oh, je hebt hem ook gewoon al echt helemaal op. Welk drankje nemen jullie altijd als je bij de Mac bent en een drankje moet nemen? Ik heb vaak Fanta, maar heel soms doe ik ook Fristie. Want ik vind Fristie zo lekker. Echt skeer me. Vroeger leek altijd cola. Ik heb gisteravond heb ik een Happy Meal gehad. Want die was... Met zo'n code was voor korting. En toen had ik weer een Danoontje. Dat vind ik zo lekker. Daar hou ik echt van. Ik neem dus heel vaak een Happy Meal als ik niet kan kiezen welke snack ik wil. Wat heb je voor alles wat? Mm-hmm. En ben je ook nog niet vol, dus. Nee, precies. Het ruikt hier volgens mij zo erg naar Mac. Ja, sowieso. Moet jij met oud en nieuw nog zelf werken? Ik ben bij Fletcher ben ik vrij. Maar ik weet niet hoe het zit met Jumbo. Wij werken trouwens weer samen. Bij de Jumbo. Ik weet niet of jullie dat al wisten, denk ik niet. Ja, want wij werkten altijd samen. Ja. Bij de Jumbo, maar toen ging Lisa weg, want haar contract was afgelopen.
Toen bleef ik natuurlijk. En nu kom ik weer terug. Ja, ik mag weer terugkomen na een half jaar. Eindelijk. In april moet Floor er dan weer uit. Dus dan werken we ook weer op zaterdag samen. Yay! Lekker om 7 uur 's ochtends weer samen beginnen. Ga jij op oudjaarsdag nog vuurwerk of zo steken? Of gewoon iets leuks doen? Ik wil nog wel iets gaan doen. Als ik niet hoef te werken dus. Ja. Ik wil wel iets leuks doen. Niet thuis zitten. Ik wil wel iets leuks doen, maar ik hou niet zo van vuurwerk. Vuurwerk een beetje... Ik ga het ook niet afsteken hoor. Nee. Nou ja, ik wil sowieso wel wat leuks doen. Misschien kunnen dat we nog wel iets afspreken. Ja, inderdaad. Oké, top. Zullen we afsluiten? Ja. Oké, wij hebben alles al op. Ik heb bijna mijn drinken op. Dus zet ik even weg. Wij zijn echt erg. Dat is echt de ergste mukbang ever. Ja. Maar als ik gewoon aan het eten ben, dan ben ik gewoon lekker aan het eten. Ja. Weet je, ja. Ik hou van eten. Ik ook. Nou, bedankt voor het kijken naar de video. Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe even zeker even een duimpje omhoog. Allemaal zeg mij. En wie weet, tot de volgende keer. Dan gaan we gewoon weer mukbang doen. En dit keer met pizza of zo. Ja. En ik zie jullie tot de volgende video weekvlog. Die zien jullie aankomende zondag. Dus... Doei! Doei.